De overheid heeft vanaf 2014 het actieprogramma Jihadisme, maar geen actieprogramma tegen rechtsextremisme. En getuigt dat niet van selectiviteit. En voorzitter, wordt het ook niet tijd, vraag ik aan de minister voor de zoveelste keer, om middelen vrij te maken te voorzien in de beveiliging van moskeeën. Want we moeten er niet aan denken dat hier in ons land gebeurt wat er in Nieuw-Zeeland gebeurd is. En terecht maakt de regering middelen vrij om te voorzien in beveiliging van synagogen. Maar het kan ook voor andere religieuze instellingen die bedreigd worden. Voorzitter, tot slot wil ik het kort hebben over de rol van de AIVD ten aanzien van Cornelis Haga. De AIVD heeft fouten gemaakt bij waarschuwingen daarover. De berichten waren volgens de toezichthouder onzorgvuldig, ongenuanceerd of onrechtmatig. En voorzitter, dat doet de professionaliteit, maar ook het vertrouwen in onze veiligheidsdiensten geen goed. Nou heb ik aan de reactie gezien dat de baas van de AIVD, dat hij met name sprak over dat deel waar hij wel goed gedaan had. Ik wil graag van de minister weten wat hij eraan doet om te zorgen dat de AIVD-ambtsberichten deugdelijk en objectief zijn en niet dat ze bij de eerste de beste toetsing door de rechter dan wel door de toezichthouder onderuit worden gehaald. Dank u wel. Dank u. De interruptie van meneer De Graaf. Voorzitter, dank u wel. Een interessant punt van de heer Azarkan over het rechtsextremisme en het aanpakken daarvan. Ik geloof ook, en ik zie dat ook op internet en ik zie dat ook in de verslagen, dat er inderdaad een beperkte groep, laat ik maar zeggen, rechtse leegschedels is, jodenhatende gekken, die het op synagogen gemunt zouden kunnen hebben, maar ook op moskeeën. Dat moeten we voorkomen. Dat ben ik met de heer Azarkan eens. Maar wat ik dan mis in zijn betoog, van, is er dan ook volgens hem een aanpak linksextremisme nodig? Meneer Azarkan. Voorzitter, ik ben voor de aanpak van extremisme in de breedte, links, rechts, ook jihadisme. Als dat betekent dat mensen geweld willen gebruiken om onze samenleving onveilig te maken. Ik merk in de discussie zoals we nu hebben, en dat deed de heer De Graaf ook, die bagatelliseert het een beetje. Ja, er is wel een clubje bezig op dat internet, die roepen wat dingen. Voorzitter, dan heeft de heer De Graaf het ambtsbericht helemaal niet goed gelezen, want een van de zaken waarover gerept wordt, is dat als voedingsbodem wordt gebruikt door rechtsextremisme, als verheerlijking of als rechtvaardiging van hun geweld, is dat ze het hebben over de omvolkingstheorie. Ja, we worden vervangen. Zij nemen het over. En voorzitter, dat is wel een interessant punt dat de heer De Graaf aanhaalt. Want je zou zeggen, waar komt dat vandaan? Hè? En als je dan de pamflet van de PVV ziet, dan staat het er gewoon letterlijk. Er staat gewoon letterlijk, onze bevolking wordt vervangen door mensen met normen die niet de onze niet zijn. Dit, voorzitter, geeft voedingsbodem aan rechtsextremisme. Dat moeten we aanpakken, ook in dit huis. Meneer De Graaf. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Meneer Azarkan, precies. Ogenblik. Ja, dank u wel. Dank aan de heer Azarkan voor zijn antwoord, want dat was natuurlijk precies wat ik graag wilde horen. Omdat namelijk hij één heel klein punt, en nogmaals, ik heb in mijn eerste termijn heel duidelijk gesteld dat dit aangepakt moet worden. Die moet nog komen. Dat hij dan... Die moet nog komen. Uw eerste termijn. Sorry, mijn eerste vraag, excuus. Ja. Ja, oh, sorry. Maar het is wel handig, ja, als ik toch mijn uitspraken mag vervolgen. Excuus. Ja. Dat ik in, want nu wordt de interruptie natuurlijk langer. Ik begin even opnieuw, voorzitter. Dank aan de heer Azarkan daarvoor. Dit is precies wat ik wilde horen, want je kunt altijd één punt eruit lichten en dat proberen heel groot te maken. En dat is precies wat hij ook doet met een uitspraak die wij wel eens zelf gebezigd hebben. En dan kun je zeggen, ja, dat is dan de reden, en dan maak je dat heel groot. Dat is dan de reden dat dat gebeurt. Maar ik hoor hem niet over islamitische jodenhaat die op diezelfde voorraad gespuit wordt. Ik hoor hem niet over andere jodenhaat die op diezelfde voorraad gespuit wordt. Terwijl de PVV de partij is juist die tekeer gaat tegen jodenhaat en tegen geweld tegen joden. Daar hoor ik de heer Azarkan dan niet over. Dat ga ik hem nu niet verwijten. Maar kom dan niet met één uitspraak die wij ooit gedaan hebben en die gebezigd wordt onder een klein clubje gekken, wat ik zelf ook noem leegschedels. Om dan te zeggen, ja, het is de schuld van de PVV dat dat gebeurt. Ik ben blij dat hij dit heeft laten zien. Dan kan ik het hiermee meteen zijn theorie de prullenbak inwerpen en uit de weg ruimen. Dank u wel. Ja, als ik kan nog. Ja, voorzitter, ook ik hoor weer voor de tweede keer de heer De Graaf zeggen, klein clubje schedels, leegschedels, hoe hij dat ook noemt. Voorzitter, het is toch echt zo dat de PVV al vanaf het bestaan bijdraagt aan het klimaat. Ik zeg niet dat ze daarmee het in zich heel veroorzaken, maar ze dragen bij een klimaat waarin haat, waarin extremistische gekken een legitimering kunnen zien om die vreselijke dingen te doen. Met alle respect, Anders Breivik heeft het woord Geert Wilders 32 keer in zijn manifest gebruikt. Daar staat niet een andere naam.
Dat is niet bedacht omdat Geert Wilders een keer bij toeval iets zei. Nee, het is systematisch. Zo is dat bedacht. En ik wil ook graag een reactie van de minister eigenlijk wel, of de PVV op deze manier een voedingsbodem creëert voor rechtsextremisme. Nee. Nee, u nee, mijn partij wordt hier rechtstreeks aangesproken. Dan wil ik ja, een punt zeker. Maken. U bent niet van suiker. Dat gaat u zo meteen ook weer doen. Dan blijf nee, maar dan wil ik een punt van orde. Ik wil een punt van orde. Ook niet ik mag altijd volgens het reglement van orde een punt van orde maken, voorzitter. Dat is u toegestaan. Dank u wel. Jammer dat ik er zo voor moet vechten. Nou, helemaal niet. Nou wel, want u wilde me eens niet toestaan. Wel het punt van orde, niet uw interruptie. Uw derde... Nou, toen ik om een punt van orde vroeg, toen... Oké, laat maar zitten. Toen was het ook niet erg welkom, had ik het idee. Voorzitter, dit, ook hier hebben we vaak over gesproken. Nee, ja, daarom maak ik dat punt van orde. Ja. Mag ik nou wat zeggen hier in dit AO of zeker, niet, voorzitter? Zeker. Hoe ver zijn we gedaald? Gaat het nog een beetje met u? Dat is de vraag aan u. Wilt u nou een punt van orde? Wilt u een punt van orde maken? Ja, punt van orde. Nou, u heeft twee punten van orde. U heeft me net tijdens mijn interruptie geïnterrumpeerd, waardoor ik mijn tekst niet af kon maken. Daarna lijkt het erop alsof ik een punt van orde niet mag maken. En dan begin ik ermee en dan valt u mij weer in de reden. Dat is toch niet netjes? Dat u begint met een heel betoog. Daar leek het op. Nee, maar ik heb twee woorden uitgesproken, wilt u nu voorzitter. Een punt van orde nog maken of niet meer? Maak weet een punt wat? Van orde. Nee, nee, voorzitter. Het was te belachelijk voor woorden wat de heer Asser kan zijn. Laat ik het daarbij houden. Nou, het woord is aan mevrouw Van Torenburg. Van het CDA. Voorzitter, het is aan mij de eer om de rust te brengen. Dat is niet altijd mijn sterkste kant, maar ik ga een poging wagen. Dat kan. Ja.